Jouw portret, zoals je vroeger bent geweest. Dat moet een midlife crisis zijn. Als het geen stress is, of de fles is, of een stuk onzekerheid, dan is het dat. Had ik nou koffie moeten kopen uit Angola of juist niet? En word ik nou varalid of abonnee op de Margriet? Whatever. La 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 la. Flink zijn. Even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet. En dat is logisch, want het was altijd een takkenwijf. Maar die van mij is warm en levend. Er is nog nooit een kathedraal voor hem gebouwd. Met het verzieken van de rivieren en van de zeeën, de bossen, de lucht en de gek, hè? Het gaat maar niet over. Ik ben nog steeds zo verliefd als altijd. Wie kent het oerwoud van de ziel? Wie weet de weg in al die duistere motieven? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Maar ik zag de bomen al dik in de knop en overal vlinders, vooral in mijn kop. Het leed is van alle tijden, maar geen leed is zo vreed als moderne leed. Kind, mijn moeder altijd, onthoud maar goed.